Ja, bij mij aan tafel Martijn Arets, publicist en onderzoeker op het gebied van deeleconomie. Welkom. Ja, een registratieplicht, een meldplicht, dus dat verhuurders zich moeten melden, dat kondigt Amsterdam vandaag aan. Daar werken ze tenminste aan. Zal dat werken? Het zal in ieder geval bijdragen in een oplossing. De enige vraag blijft wel, want gisteren is in San Francisco ook een meldplicht ingegaan. Wat je daar merkte was dat van origine die meldplicht al eerder was, maar dat was nog vrijblijvend. En nu wordt het echt via het platform ook verplicht gesteld. Oftewel, je kunt alleen maar je huis op Airbnb aanbieden op het moment als je in bezit bent van zo'n registratie. Dus ook daarin zal de gemeente of de overheid moeten gaan samenwerken met het platform om ook daar een stukje controle in te bouwen. Ja, hoe moet ik me dat concreet voorstellen? Je gaat naar de gemeente om een soort je aan te melden en daarmee heb je een vergunning om vervolgens je huis op Airbnb te zetten? Nou, waarschijnlijk zullen we het geen vergunning noemen, maar het gaat inderdaad om dat wat er nu gebeurd is. Nu kun je in principe heel makkelijk een account aanmaken op Airbnb en inderdaad je woning daarop verhuren. Dus er is geen link gemaakt tussen het account en een fysieke identiteit van een persoon. Ja, en dus kan wat we hier ook in de reportage horen, mensen met 6 verschillende accounts toch het hele jaar door verhuren. We zien ook tot wat voor excessen dat leidt. Het begon natuurlijk ooit als een soort sympathiek huisdeelplatform, maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een miljardenindustrie geworden. Hoe ingewikkeld is het voor gemeentebesturen, voor stadsbesturen om hier grip op te krijgen? Zeer ingewikkeld, want uiteindelijk het gaat om een digitaal platform, dat ook niet is gehuisvest in het land waar de activiteiten zich plaatsvinden in Nederland. En uiteindelijk het platform heeft in ieder geval de macht en de data in bezit. Dus uiteindelijk ook met handhaving kun je eigenlijk weinig doen als je niet data van het platform krijgt. En dat is iets wat een platform niet makkelijk afgeeft. Wat je wel ziet in de ontwikkeling ook van Airbnb, is dat ze eigenlijk in het begin heel erg weinig meegaven. En nu de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan samenwerken. Want daar ligt ook een stukje kern in de toekomst van Airbnb en dat soort platformen. Het gaat ook om meer dan alleen Airbnb. Is uiteindelijk is ook de belofte richting de gebruikers dat je onbezorgd bij een wild vreemde aan de andere kant van de aarde kunt overnachten. Ja, en dat wordt natuurlijk steeds minder onbezorgd. Dus eigenlijk wordt dit soort platforms gedwongen uiteindelijk toch om een beetje te gaan inleveren. Ja, want uiteindelijk ondermijnt het ook hun eigen model van het vertrouwen. En op het moment wat je ook zag in het filmpje hiervoor. Als jij gewoon als niet voldoende toerist je Airbnb wordt uitgezet. Nou, dan is de kans groot dat je de volgende keer wel 2 keer nadenkt voordat je het gebruikt. Ja, als we het hebben over die platforms, niet alleen Airbnb, maar ook Uber. Waar zit die ingewikkeldheid dan in? Uiteindelijk heel veel keuzes op platform worden gemaakt op basis van algoritmes. En eigenlijk voor niemand buitenaf bekend is hoe die in elkaar zitten. En of ze echt worden gebruikt voor het goed van het platform of voor het manipuleren van de gebruikers van het platform naar gewenst gedrag voor die partij. Maar als we het hebben over verantwoordelijkheid. Ja. Yeah. Nou ja, de uitdaging is natuurlijk met platformen is dat enerzijds zie je dat ze heel erg snel opschalen, heel snel groeien. En dat kunnen ze eigenlijk doen omdat zij niet zelf investeren in de assets die via het platform worden gedeeld. Dat is bijvoorbeeld voor Uber, het grootste taxibedrijf ter wereld, maar heeft zelf geen auto's. Maar de auto's rijden wel rond, die maken ongelukken, er worden mensen in met dood gereden, gebeuren allemaal dingen mee. Maar uiteindelijk waar normaal bij een groot vervoersbedrijf de afdeling is die enerzijds het risico uitrekent en anderzijds de werkelijke prijs uitrekent, zie je nu dat eigenlijk die verantwoordelijkheden worden verschoven naar het individu, naar de consument, die over het algemeen niet vaardig is om die risico's goed in te schatten. En daar zit wel ook natuurlijk een vraagstuk van ja, hoe ga je de balans tussen verantwoordelijkheid en groei vormgeven? Want eigenlijk hoe meer verantwoordelijkheid een platform pakt, hoe minder snel ze kunnen groeien. En daar zit eigenlijk voor alle partijen wel een uitdaging in. Ja, als we het hebben over die uitdaging, allerlei manieren om er grip op te krijgen. Allerlei steden doen dat verschillend. Berlijn heeft bijvoorbeeld verboden om nog hele appartementen te verhuren. Wat is nou de stad of de plek in de wereld die het beste voor elkaar heeft? Die het meest grip op deze situatie heeft? Nou, niet dat er zozeer echt één voorbeeld is. Wat je wel ziet is dat eigenlijk iedere stad zijn eigen onderzoek doet en kijkt van ja, wat werkt voor ons als beste, maar ook die gegevens ook met elkaar deelt. Dus eigenlijk zijn die steden continu met elkaar in contact over ja, wat werkt bij mij wel en wat werkt bij mij niet. En daardoor zie je ook dat zij ook van elkaar leren. Ik moet ook niet vergeten dat iedere keer dat als een stad gaat onderhandelen met Airbnb, de afspraak die wordt gemaakt, is ook de basisafspraak in de volgende keer gaan onderhandelen. Dus ook Airbnb is continu aan het kijken van ja, hoe kunnen we enerzijds ons schikken aan de lokale verschillen in regelgeving, maar anderzijds ook niet ons internationale schaalbare model in gevaar brengen. Ja. En wat denkt u dan als we kijken naar de komende jaren? Gaat dit lukken om een balans te vinden of gaat het uiteindelijk toch zo uit de hand lopen dat er misschien
Uiteindelijk toch de overheden zeggen, we moeten dit helemaal stoppen. We gaan dit helemaal verbieden. Nou, ik denk dat het sowieso nog wel een aantal jaar gaat duren. Het is niet binnen een half jaar opgelost. Het gaat echt wel 2-3 jaar duren. Ik geloof erin dat er wel meer een juiste balans gevonden gaat worden. Aan de andere kant zie je ook dat er steeds meer nieuwe platformen bijkomen. En eigenlijk de uitdaging denk ik vooral ook voor overheid in de toekomst is van, kijk, met Airbnb is nu een goede verhouding. Er zijn afspraken meegemaakt. Dat gaat op zich verder goed. De vraag is, ja, wat nou als er 10 verschillende Airbnbs zijn? De andere platformen hebben al aangegeven, ja, met ons valt verder niet te praten. Wij zijn ook geen hotel, maar wij zijn een technologiebedrijf. Daar is dat ook een belangrijk punt in de discussie. Dus we willen ook niet de verantwoordelijkheden pakken die normaal bijvoorbeeld een hotelbedrijf oppakt. Ja, en dat is heel erg lastig. En dat is de vraag, ja, met wie ga je praten en hoe ga je dat voor ons ook in de goede banen leiden? Er liggen nog heel veel uitdagingen voor overheden om hiermee om te gaan. Ja. Martijn Arends, hartelijk dank voor uw komst en uitleg.